Hallo, welkom bij En Cupido. Vandaag ga ik samen met NC en met Happen Cupido spelen, maar dan in real life. Met Happen vind je jouw crush, maar ook nog eens op dezelfde plek. Zelfde kroeg, zelfde koffietentje. Dus we gaan eens even kijken of deze dames vandaag een beetje goed op de markt liggen. Nou, let's go. Zijn jullie single? Een beetje spannend? Ja, wel een beetje, ja. Ja, ik vind het ontzettend spannend, eerlijk gezegd. Snap ik wel. Ik vind het zelf ook een beetje spannend, want het lot ligt nu in mijn handen. Wat voor type zoek jij? Voor mannen mag je voor mij aankomen met Game of Thrones types als Jon Snow. Maar de hele cast, zoals Daenerys, dat is ook goed. Daar mogen we een beschuitje mee eten. Oké, okay, en jij? Ja, een beetje surfen duurt, zou ik zeggen. Dat, ja. Oké, okay, nou, ik weet denk ik genoeg. Ik ga voor jullie op zoek, dames. Jullie mogen hier gaan zitten en dan ga ik de straat op. Nou, tot straks. Oeh. Ben jij heel toevallig single? Nee. Oh, nou, dit is jammer. We zagen jou staan. We hebben daar een hele leuke meid zitten. Die zoekt een beetje een soort Jon Snow type. Toen dachten we, we gaan jou grijpen. Maar helaas, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat je van deze twee dames vindt. The lighting is very interesting on the photo, I'll say yes. But she is pretty. I think yes. Yeah, I think yeah. Oké, okay, well, thank you. Crush. Ze klinkt al stoer als je directeur bent van een gevangenis. Ben jij single? Nee? Oh, nou dan moet ik helaas weer laten gaan. Sorry. Met alle respect een beetje ouder dan mij, denk ik. Hoe oud ben je? Finish. Oh, oké. Okay. Ja, oh, nou, 28. Dan hebben we nog Maud in de aanbieding. Hij ziet er vrolijk uit. En Maud zoekt een beetje een surfer dude. En ik vind jou wel een beetje een surfer dude-achtig type. Waar baseer je dat op? Hij weet het op je looks. Kan je surfen? Nee. Oké, okay, nou dan zit ik daar helemaal mis. Ja, dat is een collega van mij. Is dit een... Ze heeft me gisteren over verteld, ja. Oh god, het is een collega. Dan is dat heel raar. Oh, she's beautiful. En is het een crush or is het een not so much? It's a crush, I'd say. Oh, oké, okay, oké. Okay. Well, I'm 20 years old, is that... Ooh. I think she's a crush. She has a really nice smile and okay. Beautiful eyes. Goh, dit is vrij on the spot natuurlijk. Not so much. Oké, okay, jammer. So, we have Maud, and Maud is here around the corner waiting for a date. For like 10 minutes. Would you like to join us? Ja. Yeah. Eindelijk. Oké, okay, now well, let's go. Maud, nice to meet you. Maud, wat vonden we ervan? Nou, wel leuk, ja. Ja. Knappe gast. Leuk je om te zien, ja. En zijn er nummertjes uitgewisseld? Ik wil een nummer geven, ja. Oh, dus to be continued. Oh, oké, okay. Ja, leuk. Oh, lieve Marisha. We hebben niks kunnen vinden. Oh. Niemand wilde happen. We hebben eigenlijk helemaal ook niemand. Iedereen wilde. Niemand wilde op camera. Of ze spraken geen Nederlands. Of ze waren niet single. Oh. Want ik heb natuurlijk ook wel een onmogelijke missie gevraagd. Ik vroeg om een Jon Snow. Maar ja, het is natuurlijk midden in de zomer. Ja, precies. Nou ja, inderdaad. We hebben wel heel veel Jon Snow gezien. Maar die liepen dan hand in hand met een andere dame. Nee. Dat was de agressiviteit van de dag die er even uitkwam. Om je toch een beetje tegemoet te komen, hebben we wel een jaar lang een Happn Premium account voor je. Dus dan kan je crushen tot je erbij neervalt. Ah, oh, wat geweldig. Dat vind ik echt heel leuk. En, lieve mensen, jullie kunnen ook crushen bij Happn. Want wie weet vinden jullie wel jullie crush bij Happn. Dus ga crushen.